Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto Sportweddenschappen. Chelsea, Barcelona. Wij beschouwen voor in 2 keer 45 seconden. Chelsea, Barcelona, 1-2. Ik denk dat vooral het positiespel van Barcelona de doorslag gaat geven. Ze zijn natuurlijk wel goed in vorm. Daarentegen vind ik Chelsea niet in vorm. Niet zoals we eigenlijk Chelsea in de afgelopen jaren hebben gekend. Dus ik denk dat de achterhoede van Chelsea toch wel een kwetsbaar punt is. Nou ja, de kans is natuurlijk heel veel druk zetten op hun achterhoede. En dan denk ik vooral aan Piqué, die qua snelheid toch wel wat moeilijkheden heeft tegen behendige spelers zoals Hazard. Ja, ik denk dat Hazard dat het toch de man is waar het allemaal om draait bij Chelsea. Dat is de man die voor creatieve oplossingen moet gaan zorgen. Dat is de man die assist moet geven en zelf ook nog de goals maakt. Dat doet hij natuurlijk heel goed. Maar ik denk dat hij het stuur van Chelsea is. En als hij niet in vorm is, dan hebben ze een heel groot probleem. Mijn prognose, Chelsea-Barcelona 2-2. Wat is zo goed aan Barcelona dit seizoen is in mijn ogen dat ze heel constant zijn. Het is niet meer zo frivol als voorheen. We hebben alleen Messi, daarvoor hadden we natuurlijk Neymar. En er gebeurde zoveel dat je op je puntje van je stoel zat. Dat gevoel heb ik nu niet meer bij Barcelona. Het is wat zakelijker geworden. Maar desalniettemin natuurlijk wel, het werkt fantastisch. De kans voor Chelsea ligt denk ik in de omschakeling. Neymar is weg en daardoor komt nog eigenlijk alles op de schouders van Messi. En hij kan het tot nu toe perfect aan. Wat me wel opvalt, voor één wil hij niks missen van alle wedstrijden. Nu zit hij af en toe op de bank. Ik ben bang voor Barcelona op het moment dat Messi er niet meer is.